Alsjeblieft. Ze zit in groep 8 van de Unieke Bolders en ze luistert ook zo graag naar musical muziek via YouTube. Ze is daar helemaal hip op. En ze is bijzonder trots, en wij ook, dat ze uitgekozen is om vanavond hier te mogen optreden. En ze heeft ook gezegd dat ze heel erg haar best gaat doen. En daar twijfelen wij absoluut niet aan als we haar gisteravond zagen. Kijkt uit naar haar optreden hier met het grote orkest van de muziekvereniging Prinsesse Diana. Een nummer van Stevie Wonder. En ontvangt haar met een hartelijk applaus. Hier is Signed, Sealed, Delivered, Nicole van Dalen.
merendeel van de registermaren heeft hem al wel een keer opgetreden. Zijn Nederlandstalige repertoire is bijna onuitputtelijk. Deze culinaire adviseur, afkomstig dus uit Moergestel, heeft al menig feestje opgeluisterd en heeft daar heel veel lol in. Het kon niet missen dat hij ook audities zou doen en hij slaagde erin door te komen. Hier is hij, de broer van, jawel, vrienden voor het leven, Koen Hessels. De vader van Anne Oelemans. Hij heeft zijn muzikale voetsporen al lang verdiend. Hij heeft in diverse orkesten gespeeld als basgitarist en was ook vaak de zanger. Hij houdt vooral van muziek van Dire Straits, Eagles en Queens. Maar ook het Nederlandstalige gaat hij absoluut niet uit de weg. Vanavond een nummer van Tom Jones, Delilah. Doe aan het graag voor Will Oelemans. So before they pay your way out.
gaan weer terug naar een Moergestelaar. We gaan naar de vader van Tijn en Sien. Hij zingt al jaren in muziektheaterproducties in de regio. Daarnaast is hij een fervent concertbezoeker en drumt hij graag samen met zijn zoon Tijn. In januari 2013 treedt hij op in de Drie Musketiers met de Oosterwijkse musicalvereniging Musivo. Maar vanavond nu eerst hier in een nummer van Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, met bijgestaan aan alle vrouwen die zomaar in huis hebben. Hier is Connie Ponken. Ja.